Het was erg zwaar. Goedemorgen en welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 13 juli, vrijdag de 13e. Ik heb koffie en dat is eigenlijk het verhaal. Ik ga aan het werk, het is 9:15, dus ik ga lekker schrijven aan mijn boek. Het zit inmiddels in hoofdstuk 6 van 16, dus er is nog veel werk aan de winkel. Oké, we zijn weer een half uur verder. Ik ben heel snel afgeleid, maar ik heb nu dus een nieuwe modus gevonden. Ik dacht, laat ik eens op dit knopje drukken. En toen gebeurde dus dit. En hopelijk heb ik nu geen afleiding meer. Dat zou fijn zijn. Oké, nu ben ik dus alweer afgeleid. Maar kijk wat ik net gezien heb. Ik krijg gewoon geld terug van Nuon. Niet normaal. Normaal staat er, u moet betalen. En nu staat er, u ontvangt. Deze envelop ligt dus al, een week. Hier zo op mijn bureau. En ik maakte hem steeds niet open. Ik dacht, ach, moet ik weer betalen. En nu staat er gewoon dat ik geld krijg. In het kader van Anne Merel is continu afgeleid. Ik ben nu vlogs van vorig jaar aan het kijken. Toen was ik op zomervakantie. Dit is precies een jaar geleden. Best wel een beetje jammer dat ik dit jaar dit niet ga doen. Met mijn familie. Mijn vader en moeder zijn op vakantie geweest. Roos gaat een week naar Valencia met vriendinnen. En ik ga 3 weken op trainingsstage. In Zuid-Frankrijk. Ik ga wel naar een camping. Ja, ik heb daar ook wel heel erg veel zin in hoor. Maar er is wel een soort van jammer. Dus als ik dit dan zie, dan denk ik wel, oh, dit was ook wel heel erg leuk. Oké, het is 11:30. Ik heb denk ik wel 2 uur effectief in mijn boek geschreven. Dus dat is positief. Ik ga nu hardlopen. Dit staat op mijn schema. 5 kilometer in 25 minuten. Dus dat is gewoon een pace van 5:00. Dan 4 keer 100 meter versnellen. Dan 4 kilometer met een 4:20 pace. En dan nog 1 kilometer uitlopen. Dus in totaal iets van 11 kilometer, denk ik. Gaat denk ik wel goed komen. Super lekker weer, de zon schijnt weer. Oké, we zijn al steeds niet weg. Want ik was dus een klein beetje vergeten dat ik nog geen blog voor 12 uur had ingepland. En mijn moeder had hem al wel ingestuurd. Mijn moeder maakt dus iedere week een recept voor mijn blog. En deze week heeft ze gezonde repen gemaakt. En ze zijn echt super lekker. Echt waar. Het recept staat dus online op www.annemerel.com. En nu ga ik echt lopen. Ik heb inmiddels 4 kilometer gelopen. Lekker inlopen. Lekker rustig. Het is super lekker weer. Ik ben heel blij dat ik niet meer aangetrokken heb dan dit. Ik moet nu nog 1 kilometertje inlopen. Dan 4 versnellingen. En dan mag ik aan mijn tempoblok beginnen. Zin in. Ik ben terug. En ik heb heel heftig gezweet. Ja, ging wel lekker. Niet mega goed of zo. Ik had een beetje verkeerd ingeschat met de wind. Ik had de terugweg, de weg waar ik hard moest lopen, zeg maar. Echt hard. Had ik tegenwind. Dat is niet echt heel slim. Maar goed, we're back. Ik ga snel douchen. Want zoals ik al zei, ik zweet. Lekker een nieuwe vlog van Jon Olsen aan het kijken. En tegelijkertijd aan het lunchen met mijn curry tempeh maaltijd. Zo mooi. Ik ben trouwens echt verslaafd aan deze kwark. Ik eet denk ik 3, 4, misschien wel 5 van die bekers in de week. Yeah. Eten. Ik krijg een appje. Het was Isa. Isa gaat een week op vakantie. Dus ze moet Isa een week missen. Maar ze gaat een vlog maken, appte ze net. Dus als je nog niet geabonneerd hebt op haar kanaal, zodat hieronder even link als ik niet vergeet, dan moet je het even doen. Het is 4:15. Ik wil nog even een stukje van mijn boek schrijven. Ik hoop dat ik daar om 4:15 mee klaar ben. En dan ga ik naar mijn ouders. Een soort van weekend vieren. Ik zit hier trouwens niet in mijn BH, maar in mijn nieuwe bikini. Hij is van Billabong. Ik ben er heel blij mee. Let's do this. Ik heb mijn hoofdstuk een soort van af. Ik ga naar mijn ouders. Maar ik neem mijn laptop wel mee. Voor als ik inspiratie krijg om meer te schrijven. Oké, dat was ik even vergeten. Ik heb nog snoep in de auto. 10 minuten later. Ja. Snoep is hier al op. Ik heb gewoon geen maat. Als ik eenmaal begin, kan ik niet meer stoppen. Oké, ik kom net bij mijn ouders. En ik heb dus 5 sport-BH's van Oslo gekregen.
En nog allemaal kleding van Otlo. Ik weet niet waar ik dit allemaal aan verdiend heb. Maar I love it. Kijk nou. Deze vind ik echt heel cool. Het is de eerste die ik pas trouwens. Maar hoe leuk is deze rug? Oh, mam, kijk hoe cool deze is. Oh, die is heel leuk. Wil je mijn leuk. Rug eventjes filmen? Oh, die is echt heel leuk. Ja, mooi. Hij zit ook stevig genoeg. Ja, zit lekker? Zit helemaal goed. Oké. Okay. Love it. Ik ga die andere ook even passen. Wil je dan eventjes filmen als ik dat ga doen? Ja. Top. Nummer 2. Doei. Het is eigenlijk dezelfde als de zwarte, alleen dan in lila. Echt? Ja, nee, die vind ik echt... Deze is sportiever, hè? Ja, ik weet niet, het printje vind ik een... Ik heb hem in blauw met paars al. Maar nu heb ik hem ook in deze. Ik vind dit echt super lekker. Want die stretch dingen, het zit gewoon echt super lekker. En ik heb ook niet heel veel nodig meer. Dus ik kan gewoon dit aan. Dit zit gewoon echt heel lekker, man. Ja, maar hij zit wel lekker. Jij zit mooi. Echt heel lekker. Oké. Dit is de laatste. En dit is eigenlijk dezelfde als deze. Ik vind deze ook wel heel leuk hoor, ja. Deze kleur. Zeker leuk. Dit is van de Otlo Flash collectie. Otlo heeft iedere 2 maanden volgens mij een Flash collectie, limited edition. Het staat hier. En dit zit deze maand in de collectie. I like this. Dit is echt perfect voor volgende ja, week. Ja, het is echt zo'n lekkere... Denk ja, denk het ook. Echt zo'n comfort... Ja. Er zit ook een jasje bij. Die heb ik, hoop ik, niet al te veel nodig te hebben. Maar Forum Meu ligt dus op 8, waar ik dus naar heen ga, trainingsstage. Dat ligt dus op 1800 meter. Dus het schijnt ook koud te kunnen worden s'nachts. Dus misschien is het voor 's ochtends, voor de training, nog niet eens zo gek. Zo'n jasje. Of voor 's avonds. Okay. Oh ja, leuk. Yeah? Leuk dat printje op dat broekje. We gaan weer lekker pasta eten met garnalen. Maar ik ga eerst nog heel eventjes 10 minuutjes in de zon zitten. Want die is zo lekker. Food, food, food. Food. 10. Altijd honger. Geen wijn voor mij helaas. Dat is voor papa. Alcohol is namelijk een toxische stof. Zie je? Ik heb een slok. Ik heb wel een appelsprit op het, maar ik houd er bij eentje. Over alcohol gesproken. Ik mag incidenteel alcohol drinken. Maar liever niet zoveel. Jammer alleen dat de rest niet zo solidair is met mij. Ik ben altijd solidair met jou. Je bent niet solidair met papa. Ja. Ga je nog hardlopen dit weekend, pap? Ja, zeker. Wat ga je lopen? Misschien wel. Iets tussen de 12 en 20. Iets tussen de 12 en 20. De muziek gaat er een beetje doorheen, maar iets tussen de 12 en 20. Oké. Okay. Ik zou vroeg gaan zondag, want het wordt warm. Oké. Okay. Ik ga wel vroeg. En ik ga 25 lopen. Oké, okay, het is inmiddels 9:45 geweest. Ik heb hoofdstuk 6 af. En ik denk dat mijn acnespil en ik lekker mijn bed in gaan. Want... morgen heb ik alweer krachttraining om 9:30 of 10:00. Ik weet niet precies hoe laat. En ik wil een keertje lekker 8-9 uur slapen. Ik las vandaag op de Instagram van Susan Crewmans dat ze tussen de 9 en 10 uur per nacht slaapt. En dat ze overdag ook nog een dutje doet. Nou, ik slaap de laatste tijd maar 6 à 7 uur per nacht. En ik heb al wekenlang geen middagdutjes gedaan. En ik voel me niet moe. Maar voordat dat moment daar wel is, moet ik toch op tijd naar bed gaan. Dus dat ga ik nu doen. En ik zie jullie morgen. Het is 8:15. Ik ben een paar keer wakker geweest. Ik ben iedere keer weer in slaap gevallen. Gelukkig. Dus ik denk dat ik 9 uur geslapen heb vannacht. Wow, wat zie ik er leed uit. Ja. Ontbijt. Ik denk dat ik koffie nodig heb. Oké, mijn haar is dan misschien mislukt. Mijn pancakes zijn wel gelukt. Oké, ik weet niet hoe ik het gedaan heb, maar ik ben bijna te laat. Ik ben wonder boven wonder op tijd. Ik vraag me af hoeveel bekeuringen me dit heeft opgeleverd. Maar we zijn er. We zijn er. Oké, we hebben net lekker ingelopen. En ik heb
techniekoefeningen gedaan. En nu mag ik 12 keer 200 in 330 pace. En dan moet ik meteen 200 doorlopen met 500 pace. En dat kan ik, denk ik. Wordt wel zwaar. Als ik er nu over nadenk. Dat is gemiddeld nog wel 4,15. En 5 kilometer. Als je 3,30, 5,00 is het gemiddeld 4,15. Dat is best snel. Dat is bijna mijn wedstrijd tempo. Maar fijn dat je zo optimistisch over mij bent. Ga het doen. 12 keer ga je dat doen? 12 keer. Ja, maar dan zit je op bijna 5 kilometer, hè? 4,15, dat is... 22,5. Ja. Nee, 21,15. Maar jij gaat het wel gewoon doen. Oké. Ja, ik zal luisteren. Ik heb het overleefd, maar vraag me niet hoe. Het was erg zwaar en zweterig. Maar ik heb het gedaan in... ik heb het gedaan. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb gisteren na mijn intervaltraining mijn camera volgens mij niet meer vast gehad. Na de intervaltraining heb ik nog krachttraining gedaan. Ik ben naar het strand geweest. En dat heb ik allemaal niet gefilmd. Ik heb zelfs geen foto's, dus ik heb geen bewijsmateriaal, maar het is echt waar. En nu is het zondagochtend. Zondagochtend, 6:50. Ik ben pannenkoek aan het bakken, want ik ga straks een lange duurloop doen. Ik wilde eigenlijk lekker pannenkoek met banaan maken. Maar toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk helemaal geen bananen meer in mijn koelkast heb liggen. En er is geen supermarkt open om 6:50 op zondagochtend. In ieder geval niet hier in de buurt. Dus het worden nu... Ik weet niet wat het wordt. Ik hoop, ben echt heel benieuwd wat het wordt. Want ik heb maar wat gedaan. En ik praat een beetje met een verstopte neus. Het is wel een beetje jammerlijk. Dit moet niet erger worden. Ik ga straks 25 kilometer lopen. Wauw. Oké, ik weet niet of ze lekker smaken. Maar ik heb nu wel dus 3 pannenkoeken gebakken. 1, 2, 3. En het pakte wel goed. Dit is Koopmans met 1 ei. En ik heb wat havermout erin gedaan. Allemaal op de gok. Ik ben minstens ook aangekleed. Lekker naakt weer, want de zon schijnt. En ik heb geen zin om te veel kleding aan te trekken. Goed verhaal. Oké, was best lekker. Let's do this. I made it. 25 kilometer. Het was echt super lekker. Ik heb niet gefilmd tijdens het lopen, want ik dacht... Ik heb gewoon lekker zin om te lopen en niet om te filmen. Nou, ik had al zin te filmen, maar ik had geen zin om uit cadans te gaan. Het ging echt heel makkelijk. Mijn hartslag was onder de 150 gemiddeld. En mijn max was 155. Dus ja, het ging gewoon echt heel erg lekker. Echt heel erg lekker. Top. Ik ga nu douchen. Tijd voor breakfast part 2. Oké, tijd om boodschappen te doen. Oké, deze bak zat net nog vol. Maar deze gaat op. Ik kan echt niet stoppen met eten van deze kwark. Ik heb dus afgelopen woensdag, die gekke moedervlek weg laten halen. Een raar plekje. En ik moet van de fysio nu naar de dermatoloog. Want hij weet niet wat het is. Het ging niet helemaal lekker. Ik heb er beelden van. Oké. Okay. Is het er al uit? Ja. Oh ja, die moet het nog gehecht worden. Oh my god. Maar ik ben gewoon echt... dit doet wel. Wat is dit? Een hechting? Er gaat een hechting in nu naar. Oh, vraag god. Heb je een knoopje gelegd nu? In. Maar ik heb dus sindsdien dit nog niet verschoond. Maar ik durf dus niet te kijken. Ik word al misselijk bij het idee dat dit ding eraf moet. Maar dat ding gaat nu ook een beetje loslaten. En ik ga zo naar het strand. En ik wil natuurlijk niet dat er vuiligheid in komt. Maar ik heb dus nog nooit van mijn leven eerder een hechting gehad. En ik vind het idee dat ik er nu naar moet gaan kijken gewoon echt... Ja, maar ik ga het wel doen. I'll be strong. Het ziet er zo raar uit. Ik kijk nu al uit naar donderdag als ik de hechting eruit mag laten halen. Jezus. Ugh. Sorry, maar dit is echt... Echt het leven. Echt het leven. Barbecue staat aan. Appelspriet, chips. Ja, pap, je vraagt erom als je zulke mooie cocktails maakt. Ja, maar deze is niet zo mooi. Waarom is het niet mooi? Nou, het
ziet er een beetje raar uit. Maar ik vind dat je heel goed je best gedaan hebt. Ik ben het ook niet bij school. Ik vind het zo schattig dat jij dat ook gedaan hebt voor mij. Oké, ja, alsjeblieft. Dankjewel. Hoe zou het met de kip gaan? Oeh, heet. Ik denk dat hij nog even moet. Heerlijk zondag. Vandaag op het menu kip, aardappelen, sla, caprese, cocktails van water. Bijna 9 uur. Ik ga nog een heel klein beetje werk doen. Ik ga denk ik nog wel even een beginnetje maken aan het editen van deze vlog. Het is inmiddels 9:15, maar ik ben natuurlijk om 6 uur opgestaan. Dus op zich zou ik ook wel willen gaan slapen. Maar... Sorry that time so much to do. En ik ben vanmiddag de hele middag naar het strand geweest. Dus ik heb de hele middag niks gedaan. Dus ik moet nu nog eventjes doen. Geeft niet. Ga ik gewoon doen. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie volgende week donderdag weer.